Helene All Electric concept. Dat is eigenlijk dat je het wonen, werken en rijden, dat volledig elektrisch gaat met groene stroom. Zonder dus fossiele brandstoffen als gas, benzine of diesel. Warmtepompleveranciers en ook installateurs die zijn gewend om hydraulisch te denken. Die denken in buffervaten, in opslag van warmte. Maar met het Helene All Electric systeem moet je juist all electric denken. En ook daar is een belangrijke stap te maken die we samen met de leveranciers, de eindgebruikers en installateurs willen maken. De Groene Stroom is een buurtinitiatief van de Stromenbuurt in Zoetermeer. Het is een buurt die 660 woningen omvat, grondgebonden particuliere woningen. Een groot deel van de buurt willen informeren over het vervangen van de cv-ketels die nu 17, 18 jaar oud zijn en nu massaal sneuvelen. Dan is de bedoeling dat we die willen vervangen wat full electric is. Het Helene All Electric concept lost dus eigenlijk drie problemen op. Eén, het probleem van de grote, zware combi-warmtepomp van 230 kilo die niet naar boven is te slepen. Daarvoor hebben we nu een hele compacte warmtepomp. Het tweede probleem is dat vloerverwarming en radiatoren boven werken slecht met elkaar. Dat hebben we opgepakt door die circuits te scheiden met een klein buffervat. En het derde probleem is dat je ook de temperatuur boven en beneden apart wil regelen. Beneden wil je het warmer hebben dan boven. En al die drie problemen hebben we opgelost met deze Helene All Electric oplossing in combinatie met een batterij-energiemanagement systeem. Met de Groene Stromen adviseren we mensen hoe ze zo snel mogelijk van het gas af kunnen naar full electric toe. En mensen doen dat liefst spijtvrij, zoals dat heet. En zeker op het moment dat je dan naar full electric toe gaat, dan word je je pas bewust dat full electric, dat je dat ook goed managen moet om niet te veel in te kopen of stroom van jezelf te verspelen. En die wordt ons door Helena Sustainable Innovations eigenlijk getoond. Dus daar kunnen wij op anticiperen en op inspringen zo meteen. Dit systeem wordt pas echt populair als de mensen een batterijmanagement systeem hebben. Want dan komt die doorstroomwarmtepomp met die elektrische naverwarming komt dan vol tot zijn recht. Daar werken wij nu aan. Met de eindgebruikers, met pilotprojecten, met leveranciers en met installateurs. Geo Energie is al 20 jaar een installateur van warmtepompen, gespecialiseerd in bodemwarmtepompen met een bodembron. Er is best een hele ontwikkeling geweest op het gebied van warmtepompen. En ons doel is om de warmtepomp steeds meer toegankelijk te maken. Niet alleen voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor bestaande woningen. Zoals je hier achter mij ziet, dan passen wij alles wat wij hebben ontwikkeld binnen het consortium, alle technieken die ontwikkeld zijn, passen wij zoveel mogelijk meteen in de dagelijkse praktijk toe. Wat wij proberen is om de boormachine steeds compacter te maken. Ook alle apparatuur die er omheen wordt gebruikt. Zodat we op meer plaatsen, ook op kleinere plaatsen, bij kleinere woningen, kunnen boren. En we proberen de hoeveelheid boorslip die we verliezen zoveel mogelijk te beperken. Wat hier uniek aan is, is dat je ziet dat op een hele kleine beschikbare plaats, tussen twee woningen in, toch twee boringen worden gemaakt. De bodemboringen zijn noodzakelijk om de bodemwarmtepomp te laten werken. We maken eigenlijk als het ware de warmtebron voor de bodemwarmtepomp. En met die bodemwarmtepomp kun je je huis gasloos verwarmen. En wat we dus bereiken is dat steeds meer bestaande woningen ook gasloos verwarmd kunnen worden.